Hoi allemaal, Sandra hier, Crea Sandra's Creations. Vandaag laat ik jullie een album zien wat ik gemaakt heb met de Industrial 2.0 lijn van Studio Light. Dit is een design team project wat ik gemaakt heb voor Anreda. Van haar heb ik ook deze spullen gekregen, dus vandaar. In dit papierblok zitten 36 vellen en als je ziet wat ik nog over heb... van elk vel minstens 1 en sommige zelfs 2 of 3 kun je daar dus best een flink designpapier of een mini album mee maken. De maat van het album is 10 bij 15 centimeter en het album is, dan moet ik even meten, de rug is 5 centimeter breed. Het is een mooi klein formaatje dus. Er zitten 6 pagina's in mijn album. En elke pagina is ook een pocket. Pagina's die in de pocket zitten, heb ik gemaakt van gewoon cardstock. En daar heb ik op de rand, heb ik daar de Studio Light Industrial 2.0 cutting en embossing stencil met tandwielen. Ik heb de buitenrand, deze losse buitenrand, gebruikt voor... De zijkant van de pagina en de tandwielen heb ik uit zwart gestanst en die heb ik er overheen geplakt. Alle pagina's zijn verder hetzelfde qua opbouw. Ik laat ze jullie allemaal gewoon zien, maar qua materialen is er weinig verschil in wat ik gebruikt heb. De hoekjes op de zijkanten die komen van AliExpress, dus die zijn niet bij Anreda te krijgen. En hetzelfde geldt voor de tandwieletjes en de dingetjes die ik gebruikt heb. De voorkant kom ik zo meteen even op terug, dat doe ik als laatste, maar ik ga jullie eerst de binnenkant even laten zien. Op de binnenkant van de kaft heb ik de naam van mijn man en zijn geboortedatum gedaan. Het is namelijk een mini-album met foto's van hem van vroeger. Wat een cadeautje is voor zijn moeder. Dus vandaar dat we dit zo, dat ik dit zo gedaan heb. Net wat ik zeg, al het papier wat ik gebruikt heb is gemaakt met de Studio Light lijn. De tandwieletjes heb ik uit zwart cardstock gestanst. Dit is een hele oude stans waarvan ik niet weet of dat die überhaupt nog te krijgen is. Maar deze is van Memory Box. En het zijn allemaal kleine tandwieletjes. Die vond ik er echt leuk bij passen. Dus vandaar dat ik die heb gebruikt. Op de volgende pagina zie je kleine autootjes. Die heb ik ook gemaakt met een hele oude stans van Memory Box. Waarvan ik niet weet of die nog te krijgen is. Dat is deze. En ook die heb ik gewoon uit zwart cardstock gestanst. De vlagvorm die heb ik gemaakt met een grote pons. Daar kun je 3 verschillende maten vlaggetjes op maken. En die heb ik steeds eerst uit zwart cardstock gestanst en daarna uit designpapier. Het lint wat ik heb gebruikt is uit mijn eigen voorraad. En hetzelfde geldt voor de metalen klok die erin zit. Die klok die heb ik overigens, dat was een zilveren klok, die heb ik bewerkt met de gilding wax om het een beetje een oudere uitstraling te geven. Dus je wrijft eerst die gilding wax erin en daarna ga je met een doek ga je hem uitwrijven en dan komt er een soort antieke klok idee komt eruit voort. En verder blijft het in herhaling van of het lint of de tandwielen of de vlaggetjespons die op elke pagina weer terug te zien is. En dat is dus ook niet, er zijn geen andere materialen gebruikt waarbij ik nu nog heel veel aandacht aan moet besteden. Dus dit is het albumpje zelf. Dan over de voorkant gesproken. Ik heb als eerste heb ik... structuurpasta heb ik op kleur gebracht met Distress Inkt. Vintage Photo is dit. Die heb ik op mijn kraftmat gedrukt. En daarna structuurpasta en dan met een paletmes goed mengen. En dan krijg je een beetje een bruinige structuurpasta. En ik heb een stencil van Dutch Doobadoo met een houtnerf heb ik gebruikt. Toen dat droog was heb ik met... in de kleur geel heb ik gespreid. Deze moet je altijd even goed schudden, want de glitters zitten onderin. En als je hem dan goed geschud hebt en je spreidt voorzichtig, krijg je een hele mooie gele kleur.
En als je dat dan laat drogen, kun je daarna met de witte mixed media inkspray van Craft Emotions kun je hetzelfde doen. Dan krijg je witte spetters erop. Sorry. Als dat dan droog, toen dat droog was, heb ik met Stazon inkt en deze stempel heb ik kleine stukjes van de stempel afgedrukt om wat meer structuur te laten zien. Dus je hoeft helemaal niet te kunnen lezen wat erop staat. Het gaat er gewoon puur om dat je een beetje inkt erop doet. Je drukt het een keer er tegenaan en je hebt wat structuur erop. Daarna heb ik onder mijn foto heb ik allemaal verschillende restjes van een designpapier zitten. Alle designpapieren heb ik overigens beïnkt met die Distress inkt en een blender tool. Dus ook deze allemaal. En daarbovenop heb ik een klein beetje foamtape gebruikt en daarbovenop de foto geplakt. Ook deze is bewerkt met die Gilding Wax. Dat is een houten tandwieltje. Daar zit dus precies diezelfde Gilding Wax weer onder. Tot slot, om het helemaal af te maken, de naam van mijn man. Die heb ik gemaakt met de Craft Emotions stans, de alfabet stans. En de letters daarvan die zijn ongeveer 1,5 centimeter groot. Dus dat past perfect om dat hier nog eronder te zetten. Ik geloof dat ik verder alles op dit moment wel verteld heb over het album. Mochten jullie vragen hebben, mag je ze altijd stellen. Dan beantwoord ik ze met liefde. Dankjewel voor het kijken. Doei!